Oh jee, een hoek. Ik wil hier straks wel doorheen kunnen. Dus daar hebben we deze voor. Moet ik hier het draad afknippen. Normale mensen hebben daar een schaar voor. Die ben ik vergeten. Dus ik pak de zeis. Nou, ook niet te moeilijk doen, knoopje erin. Nou, dan sluit je hem dus zo aan. En dan heb je het probleem als ik hier een draadje begin. Dan glijdt de stroom niet als ik hem hier zou beginnen. Dan gaat de stroom niet verder. Daar hebben we ook een oplossing voor. Je kunt daar allemaal dure dingetjes voor kopen. Dat dit op metaal komt. En anders een draadje op metaal. En, ja, dat kost dan ook weer een paar euro per hoek. En ik ga heel veel hoeken hebben. Dus we gaan het anders oplossen. En dat is gewoon simpelweg zo. Span hem hier aan. En zo geeft hij de stroom door. En dan gaan we weer verder. Nou, dan zijn we bij de volgende hoek. En zoals je hebt gezien hangt de draad er overal slap. Dus moet het hier even opspannen. Nou, dat doen we ook weer met deze dingen. En dan blijft hij goed gespannen. Oh nee, wat nu? Dan is het een kwestie van simpel knoopje erin leggen. Zoals je ziet is er bij het eten wat meer ruimte in het pad. Nou, zodat de paarden wat weg kunnen komen als er ruzie om het eten is. Nou, daar zie je het pad. En daar verderop, nu in het midden van het scherm, zie je dus de andere kist. Ik zal even inzoomen. En vanaf hier is ook nauwelijks nog te zien dat daar tegels liggen. Nou, dat is alleen maar mooi. En daar is nog een kist, daar komt water in te zitten. Zodat ze eigenlijk altijd wel een reden hebben om dus heen en weer te lopen. Ik ga geen schuilstal bouwen, want dat mag niet. Maar ik mag natuurlijk wel deze hooibalen goed beschermen tegen regen en wind.
gaan niet zorgen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houdt. Nou, we gaan nou deze aansluiten. Er zit een handleidingje bij, maar ja, er staat alleen van verbind hem niet aan elektriciteitsmast en dat soort dingen. Verder geen één foto van hoe het in elkaar hoort te steken, dus die kan weg. Deze zat erbij. Ja, nou, dit is duidelijk een aardpen. Dit heb ik geen flauw idee van. Dan hebben we deze. Nou, dit past wel. Kijk, het past zo. Nou, daar zit er ook een gat. Kennelijk moet dit zo, dat past heel mooi. En dan zal het wel zo moeten of zo. Ja, waar dit dan voor is, dat is misschien om de elektrode op aan te brengen of zo. Kijk, dan zal het wel de bedoeling zijn. Zoiets denk ik. Ik weet het anders ook niet. Alleen dat draad is te kort. Gelukkig heb ik nog reservedraad, wat veel langer is. Ik wil ook nog extra pinnen, uitpennen. Heb ik hier een draad dat wel lang genoeg is. Die komt van een rol van 100 meter, die kun je bij de boer op de hond kopen. Maar zo'n rol kost iets van 170 euro. Dus dan vraag ik altijd, goh, kunnen jullie 4 meter afsnijden of zo en dan betaal je 7 euro. Dus dat is een stuk beter te doen. Nou, ik ga hier een stukje strippen. Er zit hier zo'n klein plaatje en dan moet je tussen dat plaatje en de binnenkant. Ik denk dat ik eruit ben. Deze moet zo. Dan doen we deze ertussen. Zo. En dan deze. En dan twee schroefjes. En als iemand het beter weet, dan hoor ik het graag, want ik heb echt geen flauw idee. En dan zo. Ja. Ik heb het draad voor het hek ook aangesloten. De buitenring heb ik nou stroom, maar ik wil daar ook stroom hebben. Zou ik heel mooi een tunneltje kunnen graven of weet ik veel wat, maar ik hou het lekker simpel. Klaar. Ik wil nou op deze manier zorgen dat alle regen ernaast komt. Vergeet ook niet iets op de haringen te leggen, zodat ze goed blijven zitten.